Dan heb je een Iseki SG173. Power stuur heeft hij, de stuurbekrachtiging. Hij heeft een 3-cilinder diesel motortje. Is eigenlijk een exit motor. Maar dat ik zo'n reut omdat hij kapot was. Hij had een achteropvangbak. Dat is aangedreven via een achterkas. Die is er nog wel. Dus je kan er in principe een klein trucje van maken. De achterkas zit er al. Er zit ook hydrauliek om de maaidek omhoog en laag te doen. Dus in principe kun je, als je een beetje handig bent, een kleine mini trekker maken voor niet al te veel geld. Hij heeft stuurbekrachtiging dus, dat is een goede optie. En een 3-cilinder dieselmotortje. Gaat en loopt prima. Een beetje gloeien.